Ik vind Happy Factory een heel mooi concept. Ik zie dat onze kinderen opbloeien. Ik zie dat Anouk heel veel zelfvertrouwen krijgt. Ze krijgt complimentjes. En ik zie dat Marlo heel erg enthousiast is. Die kan zijn zorg een dag vergeten. Nou, ik ben Arnold, ik ben getrouwd met Ernesta en we hebben 3 pleegkinderen in huis. Waar we heel graag verzorgen. We halen er heel veel plezier uit. Ja. Er is altijd reuring in huis. We genieten van als ze met z'n allen hier aan de tafel zitten tijdens het eten, verhaaltjes of grapjes. Spelletjes doen en ook gewoon het volgen van de kinderen, hoe ze gaan, zeg maar. Hoe goed het met ze gaat en waar ze nog wat te leren hebben. Ik ben Anouk, ben 16 jaar. Ik vind het leuk om te doen met vriendinnen, chillen buiten. Ik vind het leuk om muziek te luisteren op mijn kamer en gewoon spelletjes doen. Ik heet Marlo en ik ben 9 jaar. Ik woon met mijn moeder, vader, zus en broer en nog 2 honden, 1 vis. Ik kan me gewoon niet herinneren hoe ik bij mijn echte vader en moeder was. Dus ik vind het hier heel leuk. Anouk die kwam binnen als een 2-jarig kindje waar heel veel zorgen over waren. Waar heel veel begeleiding voor nodig was. Waar we heel veel voor afgezocht hebben om de juiste tools te krijgen en ook de juiste begeleiding. En nu is het gewoon een 16-jarige prachtmeid. Ik ga 2 dagen naar school. Maandag en dinsdag. Woensdag, donderdag en vrijdag loop ik stage. Ik loop stage bij de supermarkt 3 dagen in de week. Ik droom van achter de kassa zitten in de supermarkt. Marlo, die kwam als een 10 dagen oude baby hier op tafel te staan. Ja, 4 pond, heel klein, sukke beentjes. Ja, en toen was hij ineens 9, een beetje dat. Ja. En deze is ook een super kerel. Die kan van een droevige stemming een feestje bouwen. Nou, wij kregen een mailtje van de voogd van onze jongste. En die stuurde ons een mailtje door voor een uitnodiging voor een gezellig dagje met Happy. En toen konden we de kinderen vertellen inderdaad dat al die kinderen die daar waren, die woonden allemaal niet thuis bij hun biologische ouders. Die woonden allemaal in een ander gezin. In de hoop dat ze het gevoel kregen dat ze niet alleen waren in die situatie. Nou, dan hebben we een hele fijne dag gehad. Wij ook, maar de kinderen ook. Ik ben een keer mee geweest naar Happy Festival en ik vond het leukste in de ballen zitten en dan voetballen. We gewoon een fijne dag hebben, die dag, met heel fijne ervaringen, waar we het later gewoon nog weer over kunnen hebben. Zo is dat fotootje wat we ooit gemaakt hebben met Anouk, dat ligt hier dus dicht in de buurt. En daar kun je dan met z'n allen op terugkijken. Het is gewoon herinneringen maken, op een hele fijne manier. Ik vind het heel leuk bij de Happy Factory. Ik voel me heel erg blij vandaag. Wat ik aan Marlo merk als we leuke dingen doen, en dit is natuurlijk een hele leuke dag, dat hij later tegen me zegt, wist je mam dat? Dat vond ik zo leuk, of wist je nog dat we toen en doende? Dat vond ik zo fijn. Die komt daar echt op een heel later tijdstip nog weer op terug. Dus die kan met warme gevoelens uiteindelijk gewoon terugkijken op deze mooie dag.